De verwekker van de thans weer heersende influenza is een zogenaamd ultravirus. Een zeer kleine bacterie met een doorsnee van 1/10.000ste millimeter. 30.000 maal vergroot doet het zich voor als kleine balletjes. De viruslaboratoria van het Instituut voor Preventieve Geneeskunde en de Leidse Universiteit maken voor het verzamelen van onderzoekmateriaal gebruik van vloeibare lucht die in het Kamerling Onnes laboratorium gemaakt is en die een temperatuur heeft van 180 graden onder nul. Even gorgelen met een beetje zout water achter in de keel en het is al gebeurd. Het spoelvocht waarin zich dan mogelijk het virus bevindt, wordt in steriele buizen in het koude apparaat geplaatst. Dat gebeurt omdat het virus buiten het lichaam alleen bij zeer lage temperatuur in leven blijft. Terug in het laboratorium worden de buisjes uit het apparaat verwijderd. Na het ontdooien wordt het spoelvocht met steriel zand fijn gewreven in vijzels en overgeschonken in een tweede reeks buizen. Na nog een behandeling met penicilline wordt het vocht overgebracht in kippeneieren die gedurende enkele dagen bebroed zijn. Dit overbrengen wordt enten genoemd en geschiet nadat de ijsschaal is geopend. Als er influenzavirus in het spoelvocht aanwezig is, zal het zich nu in het ei gaan vermeerderen. De opening in de eieren wordt na de enting weer gesloten. In grote broedstoven worden aanhoudend nieuwe eieren bebroed om de voortgang van de arbeid te verzekeren. Daarna wordt het vocht weer aan het ei onttrokken en aan een reeks eenvoudige laboratoriumhandelingen onderworpen die moeten aantonen van welke aard het virus is. Het aldus vastgestelde virus wordt geconserveerd in buizen. Deze worden onmiddellijk naar het buitenland verzonden, opdat men zich daar zo snel mogelijk van het karakter van het virus op de hoogte kan stellen en eventueel maatregelen tegen de ziekte kan nemen.